ik ben Bas, Bas Ooms. En ik ben sinds 4 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik geef biologie en ook natuuroriëntatie. Wat ik het mooiste vind in onderwijs is dingen uitleggen en dan de leerlingen ermee in de gang zien gaan. En dan vanuit de vragen eigenlijk niet het antwoord geven, maar een vraag teruggeven waardoor ze zelf op het antwoord komen. En ook dat is met sport, vind ik dat heel mooi. Als een beweging niet lukt, dan ga je oefenen, ga je trainen, ga je herhalen. En op een gegeven moment lukt het. En dan zie je gewoon in dat lichaam en ook in de geest van, hey, het lukt me nu, ik kan het. En dat vind ik met leren, vind ik dat ook heel mooi om te zien. Als leerlingen dus echt het eureka moment hebben van, ik snapte het eerst niet. En nu heb ik het zelf voor elkaar gekregen om het te snappen. En dat vind ik echt heel gaaf om te zien in mijn leerlingen. Als ze dat zien. Als je dat echt naar boven weet te krijgen. Ja. Wat ik echt een mooie uitdaging vind, is om dus bij een organisatie te werken die aan het voorfront staat van het vernieuwen van onderwijs. En niet bij een organisatie waarbij we nog steeds aapnoot-mieslessen hebben en in een vast hokje geplaatst worden. Dit is dit vak, dit is nu dit vak. Ja, ik vind het juist mooi om aan die nieuwe toekomst te werken, een nieuwe manier van leren. Ja. Wat ik vind dat we heel goed doen, is dat we de 3 scholen nu de afgelopen 2 jaar steeds bij elkaar brengen. Want het zijn wel verschillende culturen. En daardoor breek je het ijs al, weet je wat de andere school wil, wat voor collega's je gaat krijgen. Maar ik vind het dus wel moeilijk om een verwachting uit te spreken. De plannen die we hebben, vind ik heel aantrekkelijk, vind ik heel erg uitdagend. En nogmaals, het is vernieuwend onderwijs, dus dat vind ik een reden om dan bij Porteum te komen werken. Als je dat aandurft, aan kan en ook graag doet. Ik denk dat het voor onze toekomstige leerlingen en huidige leerlingen echt wel een gebouw kan zijn waar we trots op zijn. Een mooie campus waar iedereen terecht kan. Waar we samen zijn, maar toch ook binnen ons eigen leergebied aan de slag gaan. Mooie nieuwe faciliteiten, wat ik zie aan de praktijklokalen die we aan het maken zijn. Ja, dat wordt gewoon echt gaaf om daar les te krijgen. Echt gewoon een nieuwe weg inslaan. Echt op een andere manier je lessen op gaan bouwen. Met leertaken, met vrije ruimte voor leerlingen om zelf te bepalen hoe ze naar hun einddoel komen. In plaats van ze continu maar aan het handje meenemen, nee, nu dit, nu dat. En daar dus ook de faciliteiten en de ruimte voor hebben. Daar is volgens mij heel goed over nagedacht. En om ook dan dus te bepalen of leerlingen daar ook beter van worden. Of het ook echt werkt, dat onderwijs wat we voor ogen hebben. Dat vind ik een hele mooie uitdaging. Daar ga ik graag aan meewerken.